Hallo, ik ben Trudy. Ik laat zien hoe je van die typische meisjespapier een stoere jongenskaart kan maken. En ik gebruik daarbij ook deze pons van EK Succes. Ik heb een klein stukje kartstok afgesneden van 1 centimeter. En dan de lengte maakt niet zo heel veel uit. Dan ga ik met deze pons, haal ik hier een rondje uit. Hij blijft aan twee hoeken vastzitten. Dus je moet hem er even voorzichtig uithalen. Dat is één. Dan maak ik er nog één. Kijk, twee hoeken blijft hij vast. Haal hem eruit. Dan pak je deze. En dan schuif je hem eraan. De volgende. Dat is gemakkelijk. Dat is heel makkelijk. Leuk. Nu hebben we er twee. Je kunt natuurlijk, als je deze kant leuker vindt, draait om. Hier kun je nu iets inschrijven. Leuk. Oké. Je kunt er natuurlijk nog meer doen. Hoeveel je wil, zeg. Ja. Maakt niet uit. Ik heb vast wat voorgewerkt. Dit is de kaart. Ik heb dit keer een enkele kaart genomen. 15 bij 15. Ga ik deze er straks opplakken. Deze maat past perfect in de enveloppen van CreaMotion van 16 bij 16. Oké. Okay. Ja? En dan, dit is 1 centimeter kleiner, dus 14 bij 14. Deze heb ik ook voorgesneden uit dit papier. 13 bij 13. Dit is ongeveer 5,5 bij 15. Dat plak ik dan straks hier. Dan een leuke foto. Komt straks ongeveer hier. Leuk. En deze heb ik ook gesneden. Dat is een tag, zeg maar. Twee verschillende papiertjes. Stickertjes erop van CreaMotion. Lintje van CreaMotion erdoor. Dit is gewoon een gaatje. Heb ik hier nog een leuk dingetje gedaan. En je hebt de hoeken met de EK hoekpons gebruikt? De hoeken met de EK hoekpons. Leuk. Dan is het de bedoeling dat hij straks zo hierin kan schuiven. Ja. En daarom heb ik hier alleen aan deze kanten plakkertjes geplakt. Anders dan kun je het natuurlijk niet inschuiven. En is dat dan gewone plakkertjes of 3D foam? Nee, dit is 3D foam. Om het ietsje hoger te maken, zodat je hem er makkelijk in kan schuiven. Ja. Nou. En dan deze. Komt er straks hier. Ik zou zeggen, veel plezier. Zet maar in elkaar. Oké, dankjewel. Ik ga beginnen. Lekker als je het zo snel voorbereid hebt. Hè? Je kaart helemaal heerlijk in elkaar. Is zo klaar. Ja. Het leuke wel is, als je bijvoorbeeld uitnodigingen wil maken op deze manier, je hoeft het maar één keer te ontwerpen. En dan gewoon eigenlijk als fabriekswerk. Ja, in elkaar plakken. Voorsnijden. En dan kun je gewoon in elkaar plakken. Of geboortekaartjes. Ja, is ook leuk. Met een datum in het kaartje. Ja, of de naam. Je hebt eigenlijk alle kanten ermee op. Ja, je kunt er alle kanten mee op. Ja. Voor scrapbook is dat ook heel erg leuk. Er zullen ook veel dames zeggen van ja, maar hoe doe je dat dan met de tekst en zo'n hoesje? Dat kun je in het hoesje snijden. Ik zal binnenkort een layout maken en dat dan even laten zien. Dat is wel leuk. Oké. Okay. Dit is heel mooi papier. Ja, geweldig. Ik vond het erg mooi staan met de foto. Ja. Tweezijdig ook het papier. Ja. Leuk is dat, als je zoiets klaar hebt. Marianne had ook wat leuke reacties al gehad op haar schetsjes. Je had ook al schetsjes gemaakt. Ja, ik had ook een kaart voor haar gemaakt. Ja, ze vroeg het in de mail. Een beetje uitkomt. Ja, lief. Oeh, zijn we stil nou. Helemaal gecontenteerd. Geweldig.
Ik wilde eerst zijn naam daar neerzetten, maar dat vond hij niet zo geslaagd. Ga je ook nog een mooie Valentijnskaart maken? Ja, het staat er ook al twee op de website. Ik heb vandaag nog niet gekeken. Ik ga straks meteen Straks meteen kijken. Ja, ik ben benieuwd. Laat ik het zien. Ja. Ja, dat is ook een leuk schuiven. Zo kun je schuiven. Ja, en als je iets schuin hebt gedaan in de foto, kan het er ook niet uitvallen als je het uit de envelop haalt. Nee, ook dat. Super. Dan moet je dus eigenlijk ook wel een beetje rekening mee houden. Hè? Als je met dat soort losse voorwerpen in een kaart gaat werken. Ja, dat het zo geplakt wordt dat het er niet uit kan vallen. Deze kan je nog een beetje zo doen in de envelop. Ja, oké, dat poppen we. Ja, heel schattig. Zo, en klaar. Leuk. Ja. Helemaal goed. Helemaal goed, ja. Nou, dankjewel, Trudy. Alsjeblieft.